mee, ik doe niet mee. Doe mee. Waarom slaat het mee? Doe mee. En jij vraagt je nu vast af, hoe is Ronald in deze situatie terechtgekomen? Laten we beginnen bij het begin. Het begon allemaal op een hele mooie zonnige dag. Ik nam even een lekkere douche. Ik ging mijn oude video's terugkijken. Maar toen kwam ik in één keer op een idee. En dit is het punt waar het allemaal begon. Ik kreeg dus het idee om een quiz te maken. Een quiz met allemaal vragen die ik vervolgens aan allemaal YouTubers of bekende mensen ga stellen. Maar er moet natuurlijk ook een tegenprestatie zijn. En daarvoor heb ik bedacht om ze een doen durven of de waarheid opdracht te laten doen. Hebben ze de vraag fout, dan moeten ze draaien aan een rat. En dat bepaalt uiteindelijk wat ze moeten doen. Nice. Yo, man. Yo, hey, fucker bro. Hey, ik heb een heel erg leuk ideetje. Wil je daar meedoen? Nee, niet echt veel zo zin. Ja, wil je daar mee? Oh, echt super chill, man. Nee, dat is echt vet. Oké, nee, is cool. Oké, ik kom eraan, ja? Oké, yo. Hey, fuck aan. Nee, fuck off. Wat? Dude! Wat zei ik nou? Nee! Paul, doe dan mee! Nee, ik heb het één keer! Nee! Dit is super leuk! Ga terug! Nee! Nee, doe, kom op! Video. Nice. Zou ik een koffie? Nee, maar hey, waar ben je bang voor wanneer je last hebt van bronfobie? Oh, nou. Van wat? Bronfobie. Waar heb je nooit van kikkers? Nee, onweer. What the fuck? Alsof jij dat wist, joh. Ja, want het staat op het kaartje. Oké, Ronald, je hebt het fout. Dat betekent doen, durf of de waarheid. Ja. Oh! Nee. Het streepje is op doen. Dat betekent dat jij een doenopdracht moet doen. Oké, de opdracht is... Dit is trouwens gewoon een random ding. Yeah, dus yeah, ik kies dit niet uit. Maar stop je hand in de onderbroek van... in de naasje. 3, 2... Hij gaat door je benen heen! Hij is vast! Hij is vast! Voel je ook mijn Willem? Nee, ik voel je Willem niet, man. Gelukkig niet. Nee? Oh, nou. Volgens mij was zo klein. High five. Nee. Oké, volgende vraag. Wie heeft de omroep BNN opgericht? Bart de Graaf. Boom! Boom! Lekker! High five! Oké. Oké, welke kleur begint met schaken? Zwart. Nee, wit. Stop! Durf! Oeh, een durfopdracht. Durf je een orgasme te faken? Ja? Ja, nou doe dan. Als je durft, moet je het ook doen, hè? Anders ben je wel een pussy, hoor. Ja, maar ik ben een stille persoon. Fake het gewoon. Doe gewoon... Oh. Dat is het enige wat ik doe. Het is echt een anticlimax, hoor. Nee, ik vind het echt kut. We gaan gewoon door met de video. Ja, dat is echt kut. Zonnedal, welk gezin woont daar? Wat, hè? Zonnedal, welk gezin woont daar? De Bouwers. Nee, wat? Vlodder. Je kunt weten van Zonnedal. Ik heb nooit Vlodder gekeken. Are you fucking kidding me? Oranje. Hij staat op een joker. Ja, dat betekent dat ik een opdracht moet. Zal ik spinnen voor je? Ja. Een waarheid! Heb je ooit je ouders betrapt of gehoord? Volgens mij heb ik vroeger wel een keer gehoord, denk ik. Niet betrapt, maar ik heb denk ik wel een keer gehoord. Ik ook. Echt? Ja. Nice! Ja, ik ben toen huilend binnengelopen. Ben je echt naar binnen gelopen? Ja! Waarom? Het was echt keihard! Maar waarom... Het was echt dit, hè? Ja, maar waarom loop je dan huilend naar binnen?
Pap, mam, ik hoor iets. Ik weet niet wat het is. Hoeveel nullen heeft een miljoen? Hé, doe het raam open. Hoeveel nullen heeft een biljoen? Een biljoen? Ja. 9. Denk nog één keer na. 12. Ja, goed. Wauw, dat heb je helemaal goed. Ik ben blij dat je die tweede kans hebt. Oké, Ronald, volgende vraag. Hoeveel seconden zit er in 5 minuten? 300. Wauw, die heb je gewoon goed. Voel mijn onderbroek! Auw! Nee, verdamme! Oké, Ronald, volgende vraag. Welke technieken worden vaak afgekort met SFX of SPFX? Sound effects. Nee. Je zei SFX! Nee, SFX of SPFX. Het is special effects, niet sound effects. SFX is sound effects! Nee, het is special effect. Ik was in de buurt, ik vind dat het een puntje verdient. Nee, je hebt het fout! Je moet gewoon weer aan het rap! Ja, oké, okay. Ronald had op zich wel gelijk daarmee, maar het stond niet op het kaartje, oké? Okay? Dus hij had gewoon fout, ja? Dat is hoe het spel werkt. Het staat op het kaartje, en dan... Oké. Okay. Joker, kom op! Kom op, Joker, ik hou van je, Joker! Nee, ja! Nee. Alweer. Ik vind de waarheid zo stom, hè? Oké, okay, nog een keer! Nog een keer! Ja. Ben je goed? Oh, het is doen! Je moet een doenopdracht doen! Oh man. Beeld je favoriete standje uit met de persoon naar keuze. Ik zal de cameraman kiezen. Ik bedoel, de cameraman is... Nou, wel heel erg intrigerend. Nee. Hij wil wel weglopen. Ja, maar ik ben echt van lepeltje. Dit gaan we niet doen, aan. Doe je ouwe, doe je? Zo, naad en... Bam! Ik voel me echt aangerand. Jij voelt je aangerand! Ik ben hier de persoon die wordt aangerand! Je eist het! Omdat dit valt onder, hoor! Dit valt onder verkrachting! Nee, dat ik kan geen nee zeggen! Is je eigen keuze! Nee, hoezo eigen keuze? Ja, playback! Doe mee! Nee, ik doe niet mee! Oh, nou, doe mee! Wat slaat het mee? Doe mee! Waar houdt een podoloog zich mee bezig? Wat? Een podoloog. What the fuck is een podoloog? Ja, dat is dan de vraag aan jou. Waar houdt hij zich mee bezig? Dieren. Nee, voeten. Ja, dat wist ik. Dat is een doen! Dat is een doen! Kus en dans met de muur voor 30 seconden. Schuren. Nee, gewoon dansen. Ik kan niet dansen. Ja, schuren, dansen, whatever. Wel, jij mag een muur kiezen. Cameraman, welke muur kies jij? Ja, dat is wel een mooie muur, hè? Dat is het plafond. Ja. Ik ga niet het plafond zoomen. Nou, je bent wel net zo lang als het plafond, maar... Oké, we doen deze muur, oké? Okay? Kus deze muur maar en dans maar. Yes. Ziet het spannend uit. Seconde, Ronald. Zit nog niet eens op 10. Ja, vind je dat lekker? Is dit ook hoe je ouders hebben betrapt? In je kamer toen? Ja, tegen de muur. Oké, ja, 30 seconden. Je bent klaar. Jesus. Denk het goed? Ja, je deed het geweldig. Blijf doorgaan met je droom. Wacht. We gaan eerst nog even vragen doen. In welk jaar werd de website Google gelanceerd? 1998? Ja, oh shit, high five! Ja, lekker P. Auw, dat was echt fijn. Die was goed, man. Ja, nee, dat was echt die zo was hard. Echt, auw. Zo'n harde klapper. Doe normaal. Oh nee, jij ja. Auw. Oké, Ronald. Welke sport kent de termen freeze, windmill en headspin? Wat? Ik kan kiezen uit kitesurfen, breakdance of freerunnen. Het is breakdance. Pin eraan! Waarheid. Een waarheidje. Je moet eerlijk zijn. Hoe denk je dat jij doodgaat? Ik denk dat ik niet een natuurlijke dood zal krijgen. Ik denk echt dat ik ongeluk zal krijgen als een auto-ongeluk of een vliegtuig stort neer. Ik denk dat ik zo doodga. Best wel duister. Maar zo denk ik echt. Ik knal dan met mijn moeder scootmobiel tegen de muur aan. Ja, dat is inderdaad hoe je doodgaat. Ja, ja. Ja. Ik snap je daar. En jij dan? De hand op schudden. Hoe ik doodga? Ik denk eigenlijk ook op die manier in de auto geluk. Ik denk dat ik in de auto met jou doodga. Dat we samen doodgaan? Ja! Yeah. Is dat een beetje bijna gebeurd?
Niet waar, niet waar. Hallo Ronald. Hey jongen. Bedankt voor het meedoen aan mijn hele leuke quiz. Helemaal vrijwillig, dankjewel. Was echt heel leuk, ja, ik heb genoten. Ja, was echt heel leuk. Heel tof dat je mee wilt doen. Je hebt een prijs gewonnen zelfs. Heb ik een prijs gewonnen? Wat heb ik gewonnen? Nee, die heb je niet gewonnen. Dus ik ga er nu vandoor. Was heel gezellig, Ronald. Hey, prijs krijg je opgestuurd. Mag je muts? Nee. Doei. Doei. Abonneer en like trouwens even. Ja. Abonneer en like. Oké. Okay. Hey, doei hè? Doei. Ik sta ook in de beschrijving.